is Beurstips. Goedendag, het is dinsdag 26 februari. Dit is Beurstips. In de studio zit Edward Loef, technisch analist bij Theodor Gielissen. Edward, goedemorgen. Je hebt ons tips meegenomen, TomTom en ING. Nou, ja. TomTom, het is denk ik wel zo ongeveer het meest bewegelijke aandeel wat we in onze grote index hebben. Is het dan ook eigenlijk lastig om daar een technisch betrouwbaar plaatje van te maken? Nou, ik heb hem speciaal uitgekozen omdat we vorige week vlak voor de cijfers een uitbraak zagen boven de 40 euro. Mm-hmm. Ik moet zeggen, dat was ook voor mij aanleiding om daar ook een nieuwsbrief over uit te brengen en het aandeel aan te bevelen. Maar tegelijkertijd ook aangegeven dat het ontzettend belangrijk was om een stop-losgrens te hanteren. Juist vanwege die bewegelijkheid? Het was een beweging die intraday plaatsvond. Mm-hmm. En de andere dag zouden de cijfers voor beurs bekend worden. Dus op het moment dat de koers zou terugzakken en er sprake was van een valse uitbraak, dan kun je niet meer handelen. Dus vandaar het advies om een stop-losgrens te hanteren. Nou, die werd later in de middag, werd dat inderdaad geraakt. En dan zie je dan het nut van het gebruik van stop-losgrenzen bij intraday uitbraken. Want een dag later gingen we met meer dan 14% onderuit. Dus mijn boodschap is, een tip eigenlijk voor het publiek. Als je handelt op intraday uitbraken, hanteer altijd een stop-losgrens om verrassingen te voorkomen. Ja, dan disciplinair ook uitstappen. Hè? Ja, precies. Gewoon goed discipline. Gewoon concreet ook die opdracht op inleggen in het orderboek. Ja, dan kun je er niet meer onderuit. Maar goed, maar wat moeten we nu met TomTom op dit moment? Nou ja, bij mij is het uit het zicht verdwenen. Ik dacht dat ik een koopsignaal had, uitgestopt. Nou, dan kijk je naar andere fondsen. ING bijvoorbeeld vind ik op dit moment veel interessanter. Okay, TomTom is de weg kwijt. Ik denk dat je met een bankaandeel of een bankverzekeraar veel meer geld kan verdienen. Oké, dan laten we toevallig die grafiek van ING naar bij de hand hebben inderdaad. Hoe staat het ervoor op dit moment? Ja, het patroon van afgelopen jaar, dat was een hoofdschouderpatroon, wat wees op een koersdaling van ongeveer zo'n 8 euro, gerekend vanaf de 28. Dat hebben we gezien, ruim een week, 2 weken terug. Inmiddels staan we 20% boven het dieptepunt. En je kunt dus eigenlijk zeggen dat de bodem in ieder geval is gezet. En dat we op dit moment bezig zijn met een technische herstelbeweging. En kijk je naar de grafieken, dan zie je de eerste weerstand zo rond de 24. Daar staan we vanochtend bijna op. En de volgende weerstand die ligt pas zo rond de 28. Betekent toch, ik ga uit van een koersherstel naar 28, dat er een 15 tot bijna 20% rendement nog in het verschiet ligt. Ja. Dus ik denk dat op zwakke dagen ING gekocht mag worden met een stoploss. Ja, okay. Nou, en heb je ook een stoploss al in je hoofd? Nou, mijn advies is het algemeen, want de een koopt op X-niveau en de ander koopt op een Y-niveau. Hanteer 5% marge onder je aankooplimiet. Oké, duidelijk. Bedankt voor de toelichting. Graag gedaan. Edward Loef van Theodor Gielissen. Dit was Beurstips. Als u zelf vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u een mailtje sturen. En dat kan naar redactie@ftv.nl. Morgen zit hier aan tafel Dick Otto van Matrix Asset Management. Dank voor het kijken en tot morgen.